Zometeen in DBC-nieuws woensdag 25 april. Senioren blijven in balans. Meer groen in de tuin en feest voor jong en oud. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus van der Horst Bokstel en Albert Heijn Bokstel. Welkom bij DBC Nieuws. Ouderen in Bokstel zijn wel fit, maar niet in balans. Zo bleek uit de fittestdag die vorig jaar oktober in Sint-Ursula werd gehouden. Reden genoeg voor organisaties als Contour de Twern, Platform Celissen en Visio Sluiters om senioren op de been te houden. Samen met Hobbycentrum Bokstel zijn zij gestart met de cursus Voorkom Vallen. DBC Nieuws viel het hobbycentrum binnen en struikelde over een groep ouderen die met beide voeten op de grond bleef. Vallen en blijven op de been. Waarom is er zo'n training? Nou, we hebben in oktober 2017 hebben we een fittest georganiseerd in Sint-Ursula voor 70-plussers. En eigenlijk kwam daar naar voren dat mensen heel fit waren, alleen op het onderdeel balans vielen ze toch wel door de mand. Dus daar is eigenlijk deze cursus uit voortgevloeid. Het is al goed om op 65 à 70 jaar te beginnen met toch het echt in beweging blijven. Kijk een keer kritisch naar je woonomgeving. Mensen gebruiken toch medicatie die dus weer de valkans kunnen verhogen. Dus zeker op die leeftijd is het al goed om daarmee te beginnen. Jullie willen natuurlijk in huis ongevallen voorkomen. Wat zijn nou de meest voorkomende ongevallen die gebeuren? Nou, mensen kunnen bijvoorbeeld over een drempeltje vallen in huis of het kleedje ligt bijvoorbeeld dubbel gevouwen waar ze over struikelen. Daarnaast is haast natuurlijk ook vaak een dingetje. Hè? Mensen nog even snel dit, even snel dat en voor je het weet sta je niet meer op de been. Wat zijn dan de meest voorkomende kwetsuren? Je hebt natuurlijk de directe gevolgen. Dus mensen kunnen daadwerkelijk fracturen oplopen. Denk aan een polsfractuur of een heupfractuur. Maar ook de indirecte gevolgen zijn heel belangrijk. Dus mensen gaan toch een bepaalde angst ontwikkelen om te vallen. Waardoor ze eigenlijk activiteiten gaan vermijden. Dus ze gaan niet meer wandelen, gaan niet meer boodschappen doen. En ze blijven eigenlijk binnen in hun eigen omgeving. Waardoor ze ook weer in een sociaal isolement komen. Wat gaan jullie ze nou leren? Ja, nou, we gaan met mensen echt bewegen. Dus we hebben bijvoorbeeld onderwerpen als balans, spierkracht. We hebben een loopparcours wat aan bod komt. We gaan mensen leren opstaan na een val. En ook daadwerkelijk een goede manier van vallen aanleren. Stel dat iemand toch valt, dan moet je ook wel weten hoe die moet vallen om zo fracturen ook te voorkomen. Het belangrijkste wat je geleerd, dat is kijken wat je zelf nog kan. Kijken iedereen voor zich op zijn eigen leeftijd en denken wat kan ik nog wel en wat kan ik niet en waar word ik moe van en wat vind ik normaal en waar moet ik extra op letten als ik wandel of loop of doe of me beweeg. Dat is volgens mij de essentie van het gebeuren. Wat kan ik nog? Hoe oud bent u? Ik ben 84. Struikelen over een losliggende tegel in de tuin hoeft sowieso niet meer. Deze kon je namelijk zaterdag inleveren tijdens een informatiemarkt bij winkelcentrum Celissen. De markt was het eerste wapenfeit van de werkgroep Operatie Steenbreek. Zij wilde verstening van onze leefomgeving tegengaan. Iedere meegebrachte tegel werd ingeruild voor een plant, om zo de Bokselse tuinen weer groen te maken. De actie kon op veel sympathie rekenen bij de bewoners van de wijk Celissenwal. En vooral ouders van leerlingen van basisschool De Hobbedonken wisten de markt te vinden. Zij schonken de planten aan de school om het plein te vergroenen. Door de klimaatverandering krijgen we zwaardere buien. Al dat water loopt door de versteende omgeving direct in het riool. Dat kan het niet aan, met wateroverlast tot gevolg. En daarnaast zorgen veel stenen ook voor hogere temperaturen en meer fijnstof. Wie meer groen in de tuin heeft, laat het water de grond inlopen. Op de informatiemarkt werd door middel van een maquette uitgelegd wat de effecten van meer groen zijn. In totaal werden er 90 tegels ingewisseld voor even zoveel planten. Iedereen die meer wil weten over verstening kan zondag 6 mei ook terecht op de waterdag in het waterschapsgebouw aan de Bossenweg. Daar is de werkgroep Operatie Steenbreek ook aanwezig met een kraampje. Ruim 150 bezoekers vierden afgelopen vrijdag het 25-jarig bestaan van Platform Celissen in en rond gemeenschapshuis De Walnoot. Optredens waren van vrouwelijke Marokkaanse trommelaars Mediva Rai en feestzanger Roye Rico. Dat gevarieerde aanbod aan muziekstijlen zorgde voor een gezellige mix van de vele culturen die de wijk rijk is.
Voorafgaand aan de jubileumviering werden burgemeester Mark Buijs en wethouder Herman van Wandrooy van de gemeente Bokstel getrakteerd op een etentje. De organisatie kijkt terug op een geslaagd feest. Festival Boxrock, dat afgelopen zaterdag werd gehouden in jongerencentrum B-Town, kwam door het zomerse weer pas laat op gang. Toch wisten uiteindelijk zo'n 200 muziekliefhebbers hun weg naar de twee podia te vinden. Deze tweede editie was het breder van opzet dan zijn voorganger. Het programma ging al om 3 uur van start en er kwamen nu ook bands van buiten Bokstel. Bezoekers maakten een muzikale reis die liep van country via grunge naar metal. De variatie viel volgens de organisatie bij het publiek in de smaak. Bokstel kan zich volgend jaar opmaken voor de derde editie van het Talentenfestival. Verbeten blikken, modder, geplons, maar toch ook veel lachende gezichten. Ze waren te zien tijdens de Obstacle Run die Sportschool 040 Fit zondag organiseerde rondom recreatieplas De Langspier in Bokstel. Zowel voor kinderen met ouders als volwassenen individueel was er een survivaltocht opgezet. En de dag begon met een familieronde van 4,5 kilometer. Na een stevige warming-up mochten alle deelnemers meteen het water in voor het eerste obstakel. De route ging vervolgens langs tijgerbanen, luchtkussens, klimobjecten en door de sloot. Door het warme weer was het goed toeven voor zowel de atleten als de bezoekers langs de lijn. In de middag verschenen de volwassenen aan de start. En zij konden ook nog kiezen voor een ronde van 9 kilometer, waarbij het parcours 2 keer afgelegd diende te worden. Hoewel de hindernissen in het water opstoppingen veroorzaakten, smeerde het deelnemersveld zich mooi uit over de route. Bij de finish kreeg iedereen een medaille en werd er een foto gemaakt als bewijs van deelname. De sportievelingen zamelden tijdens de Obstacle Run tevens geld in voor de stichting Energy for All. Die zet zich in voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte. De sportschool heeft laten weten dat zij 1000 euro gaat overhandigen aan het goede doel. Er werd veel gesport in Bokstel de afgelopen dagen. Vrijdag togen bijna 900 leerlingen van 7 Bokstelse basisscholen naar Sportpark Den Wielakker. Daar deden ze mee aan de 6e editie van de Koningsspelen. Het doel van deze sportieve ochtend was om kinderen samen te laten spelen. DBC Nieuws werkte zich ook in het zweet en nam een kijkje op het Sportpark in Munsel. Onder de muzikale klanken van het koningslied Fit Lala werd de jaarlijkse sportdag dansend ingeluid. De leerlingen verdeelden zich hierna over de velden en speelden onder meer voetbal, hockey, rugby en honkbal. De organisatie van de Koningsspelen in onze gemeente is in handen van Buurtsport Bokstel. Zij zorgde ervoor dat alle kinderen genoeg begeleiding kregen tijdens het sporten. Dat gebeurde door de inzet van ruim 100 studenten uit het eerste jaar van het ROC in Tilburg en het Koning Willem I College in Den Bosch. Steeg vrijdag al snel naar zomerse waarden. Water zorgde dan ook voor de nodige verkoeling tijdens het sporten. Regelmatig ontstond er hier en daar een watergevecht. De Koningsspelen zorgden voor veel plezier bij alle deelnemende kinderen. Een van hen liet zelfs wijs ontvallen dat ze liever sport dan thuis op de bank ligt te chillen. Tot zover deze uitzending van vandaag. Wilt u nog eens terugkijken, dan kunt u ons ook vinden op Facebook of YouTube. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot volgende keer.